Vince, die nul loopt naar beneden. Hou je mond. Die nul loopt naar beneden, man. Ja, maar ik vind het fucking eng. Kom nu naar boven, kijk uit. Pik. Kijk eens wie we hier hebben. Ewa. Hey, wat drerries. Yo mensen, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. En vandaag ga ik weer een vlog maken. Kijk, Matta, die gaat het noorden, Matta. Laat hem, Matta. En ik ga vandaag op staf met deze jongen, ja. Want wij gaan naar Weesp en we gaan daar logeren en we gaan allemaal leuke dingen doen. Dus jullie gaan het zien, het wordt vandaag leuk, dus let's go. Ik heb net even wat croissantjes gehaald bij de app, want ik had me verslapen. Dus ik ben eigenlijk pas net wakker. Maar goed, hè? Even een ontbijtje halen en dan kunnen we weer er tegenaan. We zijn aangekomen in Weesp en dit is de plek waar wij vanavond gaan overnachten. Ja, ja. En wij gaan straks ook nog iets leuks doen. We gaan namelijk wakeboarden op de Vinkeveense plassen. Maar het weer is alleen echt helemaal kut! Ja, het weer werkt niet helemaal mee. Maar goed, ja, ik wil jou eigenlijk wel even zien wakeboarden. Ja, ik wil jou wel zien wakeboarden eigenlijk. Nou, ik kan het wel. Ja, ik heb nog net gewakeboard. Oh, ik kan hier. Nou ja, ik kan het. Nou, zet je auto neer. Ja. We gaan dus hier slapen. Oké, okay, we zijn dus aangekomen bij de wakeboardschool. Yeah. Maar jij gaat dus voor het eerst wakeboarden. Ja man, klopt. Ben je benieuwd? Nou ja, jij stond me dus helemaal enge verhalen te vertellen net. Dat je op het water kan klappen. Nee, helemaal niet. Kijk, als je een beetje ongelukkig valt, dan is het niet heel lekker. Maar okay. Kom goed jongen, kom goed. Ik heb vertrouwen in je. Yo, is een wetsuit al. Ga staan, joh. Het ziet er, grappig uit. Ik ben nu ook mijn wetsuit aan het aantrekken. Ik denk dat het wel nodig is, want het is misschien wel een beetje koud als je zo het water in gaat. Dus lekker wetsuitje aan, dan is het nog een beetje te doen. De wakeboardboot. Daar gaan we dan. Ik denk dat ik als eerste ging. Toch? Ja, hoezo? Maar nu is niet meer dan. Nee, ik vind het prima als ik als eerste ga. Ja, jij moet als eerste. Jij moet even voordoen. Ik heb wel echt zin dat jij gaat straks. Nee, ik ga denk ik als eerst en dan gaan we even kijken hoe het gaat. Nou, succes! Oh. Ah, ja. Oh. Warm? Oh, eens eventjes... Hoe is de temperatuur? Ja, wel prima. Nee dus. Oh, als water in je bedje komt, is het naar. Dat is wel koud, hè? Hij is nu net gevallen, maar ik moet wel eerlijk zeggen, ik ben wel een beetje onder de indruk van wat hij doet, hoor. Ja? Daar ligt hij. Denk je dat het gaat lukken? En? Je deed het echt goed, man. Thanks, ja, ging goed, maar echt. Je voelt het in je benen, jongen. Ja? Oh, shit. Fantastisch. Ja, goed. Ja, top, man. Heb je vaker gedaan, of niet? Ik heb wel vaker gedaan. Ja. Was te zien. Ik ben dus net geweest. En het ging best wel goed. Het ging lekker. Maar echt, ik sport echt te weinig, want ik heb nu al gelijk van die trillende beentjes. Dus, volgens mij was iets met het bord. Het bordbak leek wel. Maar goed, we gaan nu even een ander bord halen. En dan mag Gio. Gio heeft net geprobeerd te staan. We gingen niet duiken vandaag, hè? Ja. We gingen vandaag wakeboarden. Oh, hij zat de touw nog vast en toen ging hij helemaal zo onder water. Maar, poging nummer 2. Derde keer en hij stond gewoon al en hij was aan het spelen met de golf en zo. Het gaat echt goed. Ik had dit eigenlijk eerlijk gezegd niet helemaal verwacht. Ik dacht, we moeten echt wel een paar keer even gaan proberen en zo. Maar hij doet het goed, jongen. Lekker zie! Ah, jongen. Zo, nou hij is er weer in de boot hoor. Ja. Maat, echt? Dit ging echt goed. Ja? Ik vond het echt goed. Ik stond versteld. Lekker, maat. Wij hebben net lekker gewakeboard en we zijn weer terug in Weesp. En wij gaan dus vanavond daar slapen. In deze kerktoren. Zonder echt niet normaal. Onderbroek te lopen. Oh ja. We hebben allebei geen onderbroek aan, want we hadden onze onderbroek en een wetsuit aan. Dus we lopen nu los in de kooi. Ja. Los in de kooi. Ooit iemand ook zo'n gekke benaming daarvoor, maar ik weet even niet meer wat.
Hij noemde in ieder geval zijn ding zijn sergeant-major. En elke keer als hij het daarover had, dan deed hij zo. Oké, blijf maar. We zitten even lekker op een terrasje. En we hebben heerlijke gehaktballen. Moet je eens kijken, heerlijk. Pindasausje bij, biertje, gezellig. We hebben net even lekker wat gedronken. En het is nu tijd om helemaal naar boven te gaan. Dus we gaan naar binnen. En ik ben benieuwd. De Clock Tower. En dan? Hoeveel trainers waren dat nou? 100 of 200. 155 of zo, toch? Nou, ik weet het ook niet. Volgens mij 155. Oeh. Ik ben nou even uitgedrukt en... Zo, je hoeft niet die dingen eruit te tappen, hè. Doen! Zo, we zijn na al die trappen eindelijk boven. En moet je eens kijken, jongens. Dit is toch vet? Zo, hier gaan wij dus vanavond slapen met z'n tweeën. In dit bed, met z'n tweeën. Ja, dat wel, hè. Sorry, Suus, sorry, het spijt me. Ik bedoel er niks bij. Maar moet je eens kijken naar dit uitzicht. Dit is best wel uniek. We hadden het er net over. En volgens mij zijn er niet heel veel kerken die omgebouwd zijn tot gewoon echt een fucking mooie hotelkamer. Ik vind het hartstikke vet. En beneden is ook nog een badkamer. Maar Gio, die is aan het pissen daar. Dus ik kan daar nu nog niet filmen. Maar straks wel. En er is ons verteld dat hier een minibar... Taart. En allemaal andere lekkere dingetjes. Nou jongens, dit moet helemaal goed komen. Hier zijn eventjes wat vette beelden van deze hotelkamer. Dus geniet er maar van in 3, 2, 1. Maar wil je blond of dit? Ik wil dit wel. Oké, ik ook wel. Lekker. Nee, het wordt gezellig vanavond. Het wordt leuk. Ja, dat denk ik. En we gaan vanavond ook, als het goed is, hier helemaal beneden gaan we eten. Ja. Dus ja. En dan vanavond lekker hier liggen. En kijk eens wat we nu aan het eten zijn. Een bol happy. En een taartje. En het taartje is echt fantastisch. Jongens en meisjes, eventjes tussendoor. Ik moet namelijk nog eventjes wat editen. En ik heb hier de MacBook nu van Gio. Want ik heb zelf geen MacBook. Maar ik mag iets hartstikke leuks weggeven. Want AMAC geeft namelijk 10% korting op alle MacBooks voor studenten. Dat is een speciale back-to-school actie. Kijk, ik ben geen student. Maar ik denk dat ik mijn eigen link best mag gebruiken voor de 10% korting. Dus ik ga ook eentje bestellen. Dus als jij een student bent en je hebt een, voor het nieuwe schooljaar een MacBook nodig. Dan zou ik toch eventjes kijken in de beschrijving naar de link, want dan kan jij gewoon 10% korting krijgen op alle MacBooks bij AMAC. Dus het is zeker handig als jij lekker gaat studeren weer. Dus ja, ik ga dus nu eventjes lekker editen en dan gaan wij straks om 7 uur eten. Dus let's go. Kijk hem eens even liggen. Hij dacht, dit bed ligt zo lekker. Hij dacht, ik ga alvast even lekker liggen. Bro, dit bed ligt echt fucking lekker. Ik kijk er nog wat aan. Het ziet ook wel heel comfortabel uit. Het ligt echt fucking lekker. Het is echt jammer dat ik hier niet met de chickies... Mijn haartjes staan weer in de lak. Ik heb lekker gedoucht. En Gio is ook... Oh. Zo, heb jij toevallig mijn gel gebruikt? Ja. Wow, ik zie het gelijk, man. Ja, voor je weet toch. Oh, lekker, man. Maar wij gaan dus nu naar beneden en we gaan eventjes lekker eten. Ik heb best wel veel zin in een hamburger of zo. Ik heb zin in een hamburger gewoon. Maar goed, wij gaan lekker naar beneden en dan gaan we essen. Ja. Oh, ja. Wat is dit, jongen? Jij mag niet meer eten. Wij slapen hier samen vanavond, hè. Als jij zo door blijft gaan, dan ga ik naar huis. We hebben een hoog plafond. Trek dan maar naar boven gelukkig. Ja, man. Zo. En we gaan weer de 155 trappen naar beneden. Yeah. Lekker. Heel nice. De cameraatjes komen weer op tafel. Kijk. Ja, man. De fulltime vlogger. En de parttime vlogger. Ik ga nog even naar het toilet. Voordat we gaan slapen. Vince, die nul loopt naar beneden. Hou je mond. Die nul loopt naar beneden, man. Ja, maar ik vind het fucking eng. Kom nu naar boven. Kijk uit. Pik. Nee. Dit is koudo eng. Dit is echt niet leuk. Bro, ik zou echt niet meer gaan. Ze staat er gewoon beneden te wachten. Ik zeg je eerlijk. Zo kan je echt niet zijn. Je kan zo, Gio, zo kan je niet zijn. Ik heb dus laatst samen met Suus een film gekeken over nonnen in een kerk die helemaal bezeten zijn.
En nu loop ik hier. Ik vind het gewoon eng. Ik vind het toch niet echt... Het is net niet lekker of zo. Weet je, ik ben niet snel bang, maar het is gewoon net even niet lekker. Maar goed, we zijn er. Weet je wat ook zo eng is? Kijk, er hangen overal kruisen en zo. We zijn bezeten. Maar goed, de dag zit er weer op. Dus vond je dit nou een leuke video? Laat dan een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan spreek ik jullie later.